Davina Michella, wat wordt jouw rol vanavond? Mijn rol wordt zingen. Nee, ik ga het voorprogramma verzorgen samen met Maan. En daarnaast kom ik in de show van Marco zelf nog een keertje terug om een liedje met hem te zingen. En ik denk dat je wel kan raden welk liedje dat is. Ja, hoe dan? Ja. Ja, want die heb je samen met Armin van Buuren en met Marco Borsato gemaakt. Ja. Hoe was het om met zo'n groot artiest, zo'n levendig legende samen te werken? Het is een enorme eer, omdat dat is toch één bak vol met ervaring natuurlijk. Marco Borsato en Armin van Buuren en John Eubank trouwens ook. En dat je daar als een soort goudvisje in die bak mag zwemmen, dat is heel gaaf. Dus echt, je leert er ook heel veel van en het is heel gezellig, los van alles. En ik ben enorm blij en trots op het nummer. Want noem eens één ding wat je nou echt van hen geleerd hebt in die afgelopen periode. Vooral professionaliteit, denk ik. En de manier hoe zij een liedje maken. En hoe je samenwerkt. En hoe je met John ook heel veel gepraat over het schrijven van een liedje. Hoe je dat nou doet. En waar hij aan denkt. En hoe hij alles samen laat komen in de tekst. En dat zijn, denk ik, absoluut dingen waar ik ook iets mee kan. Er zitten zometeen 47.000 mensen. Ik weet niet of ze bij het voorprogramma ook allemaal al zitten. Maar hopen we wel. Lekker optimistisch. Yeah. Dat is neem ik aan het grootste aantal publiek wat je ooit gehad hebt. Dat is absoluut het grootste wat ik tot nu toe inderdaad gehad heb. Maar wat ik al vaker zeg, ik denk dat het niet alleen maar gaat om de hoeveelheid. Ik denk dat het ook gaat om de feeling erachter. En dat het bij Marco Borsato is en dan ook nog in de Kuip in Rotterdam. Ja, ik bedoel, ik denk dat als zitten er drie koeien en een gans, dan is het nog steeds bijzonder. Ja, want heb jij wat met de Kuip als iemand die uit Nieuwekijk aan de IJssel komt en in Dordrecht woont? Nou, mijn moeder is allergrootste vrouwelijke voetbalfan in Nederland, denk ik. Hoe heet ze? Astrid Hogendoren. Hey. En die is heel erg fan van Feyenoord, dus het is met mij in principe met de paplepel ingegoten. Moet ik zeggen dat ik zelf niet extreem voetbalfan ben. Natuurlijk wel als dat te vieren valt, zo gaat het dan ook alweer. Maar het is er wel bij mij erin geslopen. En zat je hier ook wel eens als klein meisje op de tribune? Ja, ik heb één keer een wedstrijd bij, toen was ik nog heel jong. Roda JC was dat. En toen, ja, dat wist je nog wel. Ja, ik weet het nog precies. Uitslag? Uitslag 1-0. 1-0 voor Feyenoord. En ik weet nog precies, mijn moeder die wilde toen heel graag dat ik... Dat er gescoord werd. Want ze wilden dat ik voelde hoe die Kuip inderdaad op en neer ging. En in de allerlaatste minuut, bam, 1-0. En dat was echt, mijn moeder was helemaal blij. Ik was natuurlijk, ja, ik was echt kippie. Ik had geen idee. Maar hele mooie ervaring. Ja, en nu later sta je hier zelf. En nu sta ik hier zelf. Ja, super bizar. En een enorme eer. Dus daarom zeg ik al, het aantal maakt niet uit. De feeling die erbij zit.